bij je? Ja, ik heb een hele lekkere oranjekoek mee. Want we gaan een prijs uitreiken en als je een prijs uitreikt, ja, dan hoort er ook even taart bij. En welke prijs is dat? De marathonschaatster van het jaar, van het afgelopen seizoen. Kan je ons al een beetje verklappen wie het is? Helemaal verklappen. Laten we gewoon kijken of jullie het kunnen raden. Deze rijdster die heeft goed gereden op kunstijs. Deze rijdster heeft goed gereden op natuurijs. Ze heeft gewonnen op kunstijs. Ze heeft niet gewonnen op natuurijs. Ze heeft wel gezorgd dat de ploeg heeft gewonnen op natuurijs. We hebben haar het hele jaar vooraan kunnen zien. En ze draait ook al jarenlang mee bovenin, strijdend om de overwinningen. Wij hebben denk ik wel een vermoeden. Laten we gaan zien of het vermoeden klopt. Ja. Heel stiekem een beetje. Afgelopen jaar hebben jullie als ploeg leuk gereden. Daar alle complimenten voor en dat doe je gewoon met elkaar. Dan moet je zelf met elkaar blijven zijn. Als KNSB kijken we naar wat anders. Dat is gewoon welke rijder er bovenuit steekt. Die willen ook gewoon graag de prijs voor de marathonschaatster van het jaar overhandigen. Dus ik denk dat je zelf het door hebt, Elma. Nou ja. Gefeliciteerd. Elma, van harte gefeliciteerd. Je hebt hier vorig jaar heel hard voor gereden samen met het team. En dan komt je onwijs toe dat je marathonschaatster van het jaar bent geworden. Ik mocht hem al even snel vasthouden voordat jij hem krijgt. Onwijs gefeliciteerd en voor komend seizoen ook weer heel veel succes. We gaan er weer wat moois van maken. En ik had nou beloofd om een taart te pakken. Nou ja, jullie kennen me, jullie hadden het al door. Jij een taart pakken, dat gaat niet lukken. Maar ik heb er wel wat leuks van. Dankjewel. Het mooiste moment van afgelopen seizoen vond ik denk ik toch wel de laatste wedstrijd, de cupfinale in Amsterdam. Dat het gewoon zo ongelooflijk spannend was en dat we gewoon met het hele team keihard voor geknokt hebben en dat oranje pak binnen gehad hebben. Maar Elma de Vries wint hier de cup hoor. Heel netjes, echt subliem. Wat natuurlijk die 200 kilometer iets verzachten. Ja, want als er een prijs werd gegeven voor de meest ongelukkige val, dan had je hem waarschijnlijk ook gekregen. Wat doet deze prijs nu? Is het een beetje verzacht? Ja, zeker. Het is ook de eerste keer dat ik zo'n soort prijs win. Dus dat is toch een hele eer. En ik ben er heel blij mee. Het is een mooi beeld. Helemaal proost.